Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Super nice dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag, jongens en meisjes, heb ik een best wel speciale Minecraft map die ik samen met jullie ga bekijken en samen met jullie ga opblazen. Want jongens, wij zitten namelijk in de zogenaamde Minecraft Atlantis map. Voor de mensen die niet weten wat Atlantis is, het is een soort van gezonken stad, gezonken oceaan. Dat klinkt heel erg raar. Het is een gezonken stad in de oceaan. En daar is dus een Minecraft map van gemaakt. En het leek mij heel leuk om van die map een video te maken. Voor zover ik weet is deze map opgebouwd. What the fuck zag ik daar naar beneden vallen? Holy shit. Voor zover ik weet is deze map opgebouwd uit maar liefst 1 miljoen Minecraft blokjes in totaal. Dat is echt natuurlijk bizar veel gewoon. Laten we eerlijk zijn, dat is echt bizar. En zoals jullie kunnen zien jongens, dit is hoe het eruit ziet. Het is echt ongelooflijk vet. Je ziet daar een soort van kasteel. Ik zie hier, zie ik een of ander raar tweekoppig beest chillen. Ik weet echt niet wat het is, maar je zit er echt zo van, yo man, mijn naam is Tweekopman en ik ben hier lekker aan het chillen en het boeit me allemaal niet wat jullie van me vinden. Is cool man, dan ga ik jou eens even laten zien wie hier de baas is. Geef me 1 seconde, geef me 2 seconden en je bent de lul. Oh, what the fuck? What? Ben je serieus? Deze guy is fucking sterk. Holy shit, oké, hij is dood. Gelukkig jongens, ik denk al, dat is een beetje insane hoe sterk die is. Nevertheless, doe een dikke vette like op deze video. Laten we kijken of we de 1500 likes kunnen halen. Ik ben best wel benieuwd of deze map het gaat kunnen overleven van de Too Much TNT mod. Ik vind het in ieder geval echt een super gruwelijke map. Ik weet niet wat dit allemaal zijn, maar ik zie hier een aantal boten. Dit zijn echt hele rare boten. Ik heb nog nooit een boot gezien gemaakt van ijs en sandstone. Wat zou er gebeuren als we gewoon 1... Oh, kut. Wat zou er gebeuren als we gewoon 1 erupting dynamite opgooien? Oh shit jongens. Oh shit jongens. Oké, we gaan er gewoon een paar gooien. Adios boot. Ik denk dat deze boot het niet gaat overleven. Nee, de boot is letterlijk in 1 keer verdwenen. En er komen er nog een paar uit de licht vallen. Dus ik denk dat het wel duidelijk is wie dit gaat winnen. Maar wat ik vooral heel erg vet vind aan deze map is hoe ze gewoon heel erg bezig zijn geweest met de details. Want laten we gewoon eens even gaan kijken wat er gebeurt wanneer we hier zo lopen. En een blokje TNT gooien en wegrennen. Want dat is natuurlijk altijd wat je doet wanneer je TNT afsteekt. Huh, waar is het? Oh, daar is het. Ik wou net zeggen, what the fuck, komt het niet meer terugvallen of zo? Oké, we gaan eens even naar boven, jongens. We gaan eens even kijken wat hier binnen nou eigenlijk allemaal te vinden is. Hoe het er nou eigenlijk van binnen uitziet. Ik vind het er namelijk sowieso van buitenaf al best wel episch uitzien. Dus van binnen ziet het er misschien ook wel cool uit. Kijk, wat staat hier? Ik heb geen idee wat er staat. We drukken op de knop en er gebeurt niks. Oké, interesting, interesting. We gaan eens even naar buiten. We gaan eens even kijken of wij gewoon zo'n geheel eilandje of zo'n geheel schip in 1 keer kunnen opblazen met de TNT of de Dynamite keer 100. Ik denk dat we zelfs met de Dynamite keer 100 dat leuke, mooie huisje daar in 1 keer kunnen opblazen. Wat ik vooral wel vet vind aan deze map, is als je zeg maar gewoon een beetje hier zo kijkt, dus zeg maar door dat water heen kijkt, zie je zeg maar gewoon hoe dit, ja, deze stad eigenlijk een soort van gezonken is. Ik vind het echt fucking vet, kijk. Holy shit. Kijk, nu zit je in het water en dan kom je zo en dan ben je gewoon, wauw. Dat ziet er zo cool uit. Alsof je gewoon aan het zwemmen bent en in 1 keer, what the fuck, je vindt gewoon een geheel stadachtig iets. Oké. Dit is dynamiet keer 100. Holy shit, jongens. Oké, weet je wat we gewoon eens een keer gaan doen? We gaan gewoon de dynamiet keer 500 op het midden van deze map gooien. En we gaan kijken of de map dat gaat overleven. Nee, weet je? Weet je wat we gaan doen? De meteor. De meteor TNT. Ik ben heel benieuwd of de meteor TNT gaat winnen van dit ongelooflijk grote gebouw in het midden van de map. Dit is een beetje het gebouw wat zeg maar moet aantonen dat dit Atlantis is. Dus we zetten hem heel mooi in het midden neer zo. Niet helemaal in het midden, maar zo ongeveer. Oké, dan tel ik af van 3 tot 0. 3, 2, 1. En als het goed is, komt er nu zo'n ding uit de lucht vallen. Oh shit. Oh, kut. Hij is niet eens geraakt. Hij stopte daar al. Hij is tegen... Oh my lord. Oké. Ik heb zo'n idee dat het wel duidelijk is wie er heeft gewonnen. Het gebouw of de dynamiet? Ik denk de dynamiet. Oké, holy fucking shit. We gaan eens even kijken, want ik heb namelijk een leuke mod hier zo in zitten. Met echt super epische, gruwelijke armor. Ik ga die voor de grap even aandoen. Holy shit, jongens. Ik ben... En nu lijk ik wel echt alsof ik gewoon thuis hoor in deze map. Alsof ik hier gewoon woon. Ik lijk echt op zo'n onderzeeman, zeg maar. Je weet toch, dat ziet er best wel cool uit. Zullen we eens even kijken wat voor wapens we allemaal hebben? Ik zie hier een Hellfire staff. Oh, daar kunnen we dingen mee afvuren. Nee, daar kunnen we geen dingen mee afvuren. Dat leek even zo. Waarschijnlijk moet je daar nog iets voor hebben. Een gekke potion van bloed. Dit past wel op zich een beetje bij die Atlantis. Een infuser. Deze ziet er ook wel episch uit. Maar wat ik eigenlijk even wil doen is ik wil gewoon eerst even wat mobs hier gaan spawnen. Welke zullen we eens gaan doen? Laten we gaan voor de... Nee, de fairy, dat is een vee. Laten we... Oh, Herobrine. Holy shit. Nee. We gaan voor de Hill Giant. Die is fucking groot. We gaan daar gewoon een aantal van neerzetten hier zo. Oh my god, jongens. Dit zijn er tering veel. Oké. Oh my god, ze vechten met elkaar. Oké, ik ga ze een beetje helpen. YOLO.
Ik heb dus net letterlijk op dit moment de dynamiet keer 500 gegooid. Ik weet niet of ze dit gaan overleven. Ik heb zo'n idee van niet. En ik had gelijk, jongens. Holy shit. We gooien er gewoon nog één. Because we can't do that. We like to throw TNT of dynamiet of wat het ook is wat we elke keer gooien. Oké. Oh my god, jongens. Oh, wat? Het gaat hier beneden nog helemaal door. Wow. Kijk hoe huge dit is, man. Het is insane. Het is echt insane. Oké, welke hebben we nog meer? Ik weet een leuk idee, jongens. We gaan proberen. Oh, what the fuck? Een politieauto. Oh my god, what the fuck? Wat kan ik ook echt in? Nee, ik kan er niet in. Oké, fuck de politie, jongens. Oké, dit is een beetje gevaarlijk. Oké, we doen gewoon dit. Politie, ik heb van je gehouden. Vooral toen je me arresteerde bij de Jumbo. Maar ik denk dat de auto dit niet gaat overleven. 3, 2, 1. Stroets continu. Een meteor uit de... Holy shit, ik kwam iets sneller naar beneden dan ik had gedacht. Als ik nu in game mode 0 zat, had ik echt een fucking groot probleem gehad. Holy fucking shit, jongens. Gewoon helemaal tot en met het bedrock niveau is het gewoon opgeblazen. Het is echt niet normaal. Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon eens even kijken wat voor leuke mobs wij hier kunnen neerzetten. Laten we gaan voor een aantal van die guys uit Five Nights at Freddy's. Die zetten we gewoon even op een mooie plek neer. Kijk deze krater, jongens. Oh my god. Zullen we kijken of we gewoon met één dynamiet dat hele wachttorenhuisje hier kunnen opblazen? Wat is dat überhaupt? What the fuck is dit? Is dit een wachttoren of zo? Oké, kijk. Oh my god, jongens. Dit is zo creepy. Allemaal konijnen. Allemaal Five Nights at Freddy's konijnen, jongens. Oké, daar gaan we. We pakken de dynamiet erbij. Even kijken, waar heb ik de dynamiet? De dynamiet, die heb ik hier zo. En wat wij dan gaan gooien is de meteor dynamiet, jongens. YOLO. Oké, daar gaan we. Als het goed is, komt er nu weer een meteor uit de lucht vallen. Inderdaad. Gaan de konijnen het overleven, jongens? Of gaan we vanavond konijnensoep eten? Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat we vanavond konijnensoep gaan eten. Oh my god. Kijk wat een teringbende we ervan hebben gemaakt, jongens. Kijk, ga ook die daar opblazen. Ik denk dat het wel duidelijk is dat de Too Much TNT mod overduidelijk heeft gewonnen van de Atlantis map. Ik denk dat de meeste mensen dat op dit moment al hebben gezien. Want holy shit. Wat heeft deze map een schade aangericht? Of wat heeft de Too Much TNT mod een schade aangericht aan deze map? Holy freaking moly. Ik heb hier all. Oh, dit is een leuke moment. Oké, wacht. Ik heb een plan. Ik heb een plan. We gaan deze gaan we even op een plek neerzetten die nog een beetje intact is. Al moet ik zeggen dat bijna de gehele map al is opgeblazen. Er is vast nog wel een stukje wat nog niet helemaal naar de klote is. Oké, hier zo. In het mooie tuintje van dit huisje. Zetten wij neer de mega zombie en de mega creeper. Kunnen die het overleven van de meteor TNT, jongens? Ik ben heel benieuwd. 3, 2, 1. We kijken naar boven. En als het goed is, continu naar beneden vallen. Let's go. Oh, shit. Oké, ik ben heel benieuwd of het huisje en deze twee mobs het gaan overleven. Ik ben echt heel benieuwd. Ik denk het eerlijk gezegd niet, als ik eerlijk mag zijn. Oké, ze staan nog een beetje. Holy fucking shit, man. Zit er nou een gat in het bedrock? What? Sinds wanneer is het mogelijk om een gat in bedrock te creëren? Dan moet je wel hele krachtige TNT gebruiken. Ik wist niet eens dat dat mogelijk was om dat te doen. What the fuck? Hé, dat is niet leuk. Ik zie daar nog een aantal overlevenden. Wow, de hulkhamer, jongens. Tja, 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 tja. Fuck jou, Hill Giant. Ik ga je doodmaken met de hulkhamer. Ratatata. Oh, nice. Ik heb hem doodgemaakt. Oké. Ik denk dat het meest op zich op dit moment al wel kapot is, zeg maar. We hebben echt een teringbende ervan gemaakt gewoon. Oké, we gaan nog eens even kijken of we een aantal van die Five Nights at Freddy's grappies kunnen plaatsen. Deze is geloof ik echt fucking creepy. Ik heb deze ook al een keer geplaatst in mijn Herobrine Survival. Kijk dan, ziet er toch eng uit. Oké, jongens, gaan allemaal kinderen opblazen. Ik weet dat dat niet aardig is, maar toch gaan we het doen, jongens. Het lijkt hier wel een peuterschool gewoon. What the fuck? Oké, we gaan eens even kijken of we de Revolution TNT kunnen afsteken. Maar niet één. Nee, niet één. Maar een hele hoop. Let's go. Oké, ik ben heel benieuwd wat hier het effect van gaat zijn, jongens. Oké, adios, kindjes. En waarschijnlijk heel mijn fucking Minecraft-wereld. Oh my god, zie al dat TNT gewoon om me heen vliegen, jongens. Dit is werkelijk waar fucking veel. Dit is echt niet normaal. Oh my god, het lijkt wel fucking oud en nieuw. Al moet ik zeggen dat als er met oud en nieuw dit soort TNT afgestoken zou worden, dat waarschijnlijk iedereen de lul is. Net voor het nieuwe jaar begint. What the fuck is dit? What the fuck ben jij? Hulkhamer, ik kies jou. Snel, pak hem. Hij moet dood, jongens. Hij moet dood. Ik weet niet wat het is, maar het is eng. Oké. Ik heb zo'n idee, jongens, dat de Atlantis map het niet heeft overleefd. Ik zie nog wel een aantal van die vliegtuigjes. Die moeten we ook nog even afleren. Dus we gaan even naar die vliegtuigjes toe. Ik vind het niet leuk dat die namelijk nog wel leven. Dus we gaan er even naartoe. We gaan eens even laten zien wie de fucking baas is. Oké, we beginnen met die. Let's go. Dat is 1. Ah, kut. Ik heb misgegooid. Oh, nee. Ik heb raak gegooid. Dat is 2. En dat is 3. Zijn ze ook in één keer helemaal weg? Ja, ze zijn letterlijk in één keer helemaal weg. Wacht. Waarschijnlijk als we de TNT keer 500 gebruiken, is letterlijk dat hele eilandje in één keer weg. Let maar op. Als ik hem hier tegenaan gooi. Als dit zwevende eilandje het overleeft, jongens, is het echt het sterkste eilandje wat er bestaat. Maar ik had inderdaad al zo'n idee.
dat hij het niet zou overleven. Oh my god. Nou, ik vond het in ieder geval wel een hele leuke map om op te blazen. En het was ook wel gewoon een epische map in het algemeen. Het is wel duidelijk dat de map het niet heeft gewonnen van de Too Much TNT mod. Ik denk eigenlijk dat er nooit echt een map gaat zijn die het kan winnen van de Too Much TNT mod. Want je weet toch, de TNT die in deze mod voorkomt, jongens, is zo ongelooflijk overpowered. Daar kun je eigenlijk gewoon niet tegenop. Wat voor soort map je ook bent, je gaat het daar niet van kunnen winnen. Onmogelijk gewoon. Oké, we gaan er gewoon een hele hoop gooien van die Cubic TNT. Oh my god. Kunnen we dat eilandje daarmee opblazen, denken jullie? Nou, dat duurt al wel iets langer. Wat als we nou gewoon hier een heel creeperfestijn maken? Zo. Yay, creeperfeestje, jongens. Het leukste feestje wat er bestaat. Het meest explosieve feestje wat er is. Je bent er altijd de bom. Snap je? Oké, is inderdaad echt het meest slechte grapje dat ik had kunnen maken. Meteor dynamiet, ik kies jou. Oké, let op. Oh my god, no way. De creepers sterven uit, denk ik. Ik weet het niet zeker. Maar ik denk dat dit hele eilandje in één keer weg is. En die creepers overleven het. Nee, wacht even. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wacht even. Dan gooien we er nog even eentje. Hoe de fuck kunnen die creepers dat overleven? Het is dan fucking meteor. De dinosauriërs hebben het daar ook niet van overleefd. Hoezo creepers wel? Daar zit geen enkele logica aan vast. What the fuck? Zijn ze dood? Ze zijn niet allemaal dood, maar ik heb zo'n idee dat de map het wel een klein beetje beschadigd is, zeg maar. Nevertheless, jongens, het was de Atlantis map. Ik las dat die gemaakt was van 1 miljoen blokken, maar het lijkt meer op, weet ik veel, 250 of 300.000 blokken. Maar misschien is hij wel gemaakt van 1 miljoen blokken, ik weet het niet. Het was in ieder geval wel een super epische map. Vond je dit nou een leuke video om naar te kijken? Doe dan een dikke vette like. Abonneer op mijn YouTube kanaal, zodra je dat nog niet hebt gedaan. Welke map moet ik de volgende keer gaan testen? Oftewel, welke map moet de volgende keer gaan proberen te overleven tegenover de Too Much TNT mod? Laat het mij sowieso hier beneden in de YouTube reacties even weten. En dan gaat weer een dynamiet naar beneden vallen. Of een meteor eigenlijk. Wat uit een dynamietstaaf kwam. Wat best wel raar is als je er zo over nadenkt. Waarschijnlijk is het hele huisje nu weg. Ja, dat dacht ik wel. Bedankt voor het kijken. Shout out naar jullie. Ah, en tot de volgende keer. Adios.